Goedenavond allemaal. Bedankt voor het grote opkomst. Mijn naam is Nancy Grison en in naam van Manager Magazines dank ik jullie allemaal en heet ik jullie allemaal welkom dat jullie vanavond hier aanwezig zijn. Dit succes was enkel mogelijk dankzij jullie medewerking, dankzij jullie vertrouwen in ons, in Manager Magazines. Daarvoor wil ik jullie van harte nog extra danken. Vooral hier we overgaan aan het overhandigen van het exemplaar, geef ik nu graag het woord aan de burgemeester Daniel Termont. Doe een keer de deur dicht alsjeblieft, dat men niet wegloopt als men deze slide heeft gezien en mij bezig gehoord. Maar geloof me, dames en heren, als je niet investeert in je cultuur, dan krijg je ook geen nieuwe bedrijven. Ik weet uit ervaring dat buitenlandse investeerders ook komen omdat Gent een historische stad is. Omdat het een aangename stad is om hier te winkelen. Omdat het een aangename stad is omdat er hier een opera is. Omdat er hier elke avond iets te doen is. Omdat je hier inderdaad verdomd s'nachts kunt uitgaan en kunt blijven hangen en je kunt amuseren. Dat er hier gezellige cafés zijn. Dat er hier bruine cafés zijn. Dat er hier goede restaurants zijn. Dat zijn allemaal elementen die meespelen voor vele bedrijven om te investeren en in de economie in onze stad. En tenslotte eigenlijk wil ik enkel zeggen dat netwerken zoals hier vanavond, dankzij Managers Magazine, ons toelaat om inderdaad contacten te hebben. En netwerken is niet alleen recepties en glazen drinken en hapjes eten enzovoort en vuile lolletjes vertellen aan elkaar, maar netwerken is vooral een werkwoord. Want ik weet en velen onder u weten dat eigenlijk de beste zaken gedaan worden aan de toog, zoals men zegt, maar dat is ook op netwerken. Het is via netwerken dat je mensen leert kennen en via mensen kennen kun je andere mensen met elkaar in contact brengen en dat is onze opdracht als regisseur, als stad, om ervoor te zorgen dat we dat op die manier doen. Dat ik bijzonder fier ben als burgemeester dat we dit mooie paarse project die we voor de stad Gent hebben als kerstgeschenk aan de Gentenaars mogen aanbieden. Bedankt voor uw aandacht. En vandaar heeft u dan ook heel graag het exemplaar, alsjeblieft. Dank u wel, hartelijk dank. Thank you.